Als de dagen korter worden en nat en koud en grijs zijn, heb je niet altijd zin om naar buiten te gaan, ook al weet je dat het beter is voor je. Daarom vroeg ik deze maand voor Gezond 071 aan Jasper Mulder, heb je wat magic tricks voor ons? Ja, ik moet er wel een beetje om lachen, want de magic trick bestaat natuurlijk maar uit één ding. En dat is dat je gewoon lekker naar buiten gaat. Maar de kou op je gezicht, als je lekker naar buiten gaat, dat geeft ook een stimulans voor de weerstand van het lichaam. Maar ik begrijp heel goed dat sommige mensen gewoon ook denken van ja, maar ik lig lekker in dat warme dekentje. En ik, nou, in dat geval is het eigenlijk heel eenvoudig. Begin 's ochtends dan gewoon bijvoorbeeld met je buikspier. Ga daarna de trap af, als je die hebt, en loop hem weer omhoog. Doe nog een keer een buikspieroefening. En vervolgens, nou, dan begint de dag. Plan dan je bewegen in je dagelijkse leven. Als je namelijk naar je boodschappen gaat, loop je een stukje om. Je neemt even een andere steeg, een ander straatje. Of als je wil fietsen, pak je de fiets en draai je wat langer. Met andere woorden, je kan het gewoon heel erg makkelijk indelen. Of het nou grijs, nat, regent, whatever. Ja, gewoon lekker naar buiten. En als dat niet lukt, dan doe je het lekker binnen. Bijvoorbeeld 2 minuten proberen de plank te doen. Gewoon jezelf een uitdaging geven. Maak een lijstje, een A4'tje. Schrijf daar de dagen op van die week. En zeg, ik begin met 30 seconden de plank doen. En vervolgens de volgende dag zeg je, hey, ik ga 35 seconden. En zo bouw je het op. En een week later doe je de buikspier. Zeg je van, nou, ik ga deze week proberen om elke dag 25 buikspier te doen. Haal je het niet, begin je met 10, dan 15, etc. Heb je toch elke dag even wat gedaan? Nou, beter iets dan niets.